filmpje over wonen in Nederland. We gaan de belangrijkste thema's behandelen van waterbeheer, kustbeheer en de stedelijke ontwikkeling. Wat is het stroomgebied van een rivier eigenlijk? Een stroomgebied is een gebied waar al het regen- en smeltwater dat in zo'n gebied terechtkomt via het grondwater, zijriviertjes, beken in de rivier terechtkomt. En de scheiding tussen twee stroomgebieden, dat noem je een waterscheiding. En dat is dan vaak een wat hoger gelegen gebied. Een grote rivier in Europa en voor ons de belangrijkste rivier is de Rijn. En daar vindt heel veel scheepvaart op plaats. Veel goederen worden vervoerd via de Rijn. De Rijn heeft drie belangrijke delen: de bovenloop, de middenloop en de benedenloop. De snelheid neemt dan vaak af, het verhang en het verval neemt ook af naarmate je meer naar de benedenloop komt. En beneden, daar stroomt de rivier dan langzaam en meandert vaak. Hier zie je wat verschillende beelden van de verschillende plekken in de Rijn van de bovenloop naar de benedenloop. Uiteindelijk is de monding van de Rijn heet het Haringvliet, dan is de Maas er al bijgekomen. En hier zie je de sluis die daarin geplaatst is. Deze sluizen houden bij hoogwater vanuit zee het water tegen, zodat het binnenland niet overstroomt. En bij laagwater op zee gaan ze open en kunnen ze het rivierwater naar buiten laten gaan. De Rijn ligt inmiddels hoger dan het Ommeland, dus als er een dijkdoorbraak komt, dan zou het behoorlijk onder water kunnen lopen. Bij doorbraken of falen van dijken zullen er grote overstromingen komen waar het water tot meer dan 6 meter, op dit plaatje 3 meter, kan stijgen. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Onze rivieren kunnen niet meer vrij door het laagland meanderen. Die worden in bedwang gehouden door twee winterdijken. En daartussen heb je dan een uiterwaard. In de zomer staat er niet zoveel water in, want dan is er veel verdamping en veel plantengroei in het stroomgebied. Maar er zijn uitzonderingen. En in de winter staat er meestal wat meer water, omdat er geen verdamping is. Alles wordt eraan gedaan om de capaciteit van dit dwarsprofiel voldoende te houden. De Rijn kan maximaal zo'n 14.000 kuub per seconde aan. He, dan komt er dus elke seconde 14.000 kuub uit Duitsland bij. Op dit plaatje zie je de rivier met kribben. Kribben zijn structuren die ervoor zorgen dat de vaargeul diep blijft. Water moet door het midden stromen, neemt dan zand mee en zorgt voor een diepe vaargeul. Bovendien zorgen de kribben ervoor dat de rivier niet kan meanderen. En bij hoog water zijn ze echter wel een obstakel, dus dan houden ze de afvoer tegen. En hoe langzamer de afvoer gaat, denk maar aan de 14.000 kuub per seconde die er dan in een ernstigste geval bij kan komen, dan wordt het waterpeil natuurlijk hoger. En als het hoger wordt dan de winterdijk, dan loopt de rivier over en vaak stort de Winterdijk dan ook in. In 1995 gebeurde dat eigenlijk bijna. Er waren al evacuaties, er waren al mensen weg. En toen wist men wel, we hebben het te ver laten komen. We moeten hier iets aan gaan doen. Ik laat je eerst met een keuze om het even stop te zetten, het filmpje, wat eigenschappen zien van de twee grootste rivieren van Nederland. De Maas, met de variaties in debiet, met het regime, met wat kenmerken van het stroomgebied die van belang zijn. En dat kun je ook bij de Rijn even stilzetten en even lezen. Ik neem aan dat je alle begrippen inmiddels wel beheerst, dus dan moet je ook snappen wat hier staat. Naast het water wat zichtbaar in de rivier naar zee stroomt, stroomt er ook ondergronds water naar zee. Dus het betekent gewoon dat het niet alleen maar via de rivier gaat, maar ook bij infiltratie in het grondwater dat daar stroming plaatsvindt. En soms komt het zelfs spontaan de grond uit bij een bron en dat noem je dan kwel. Voor alle grote rivieren in onze landstreken geldt: hoe beter de infiltratie van zo'n rivier is, hoe langer het duurt voordat het in de rivier is, dus hoe groter de vertragingstijd. En dan wordt de piekafvoer daarmee vanzelf lager. En andersom: weinig opvang in het stroomgebied, snelle afvoer, lage vertragingstijd, hoge piekafvoer. En dat water moet dan in één keer door Nederland heen. En zal dan over de dijken heen kunnen lopen. We hebben ook te maken met een stijgende zeespiegel. Zowel de zeespiegel zelf stijgt als ons land daalt. En dat heet relatieve zeespiegelstijging. Het gebeurt eigenlijk in heel Nederland, maar vooral in de veengebieden waar de bodem droog gemaakt wordt. En dan gaat het veen klinken en oxideren en wordt de bodem vanzelf lager. Hier de belangrijkste opslagplaatsen van onze rivieren. Als je
tijdig ziet aankomen dat je water tekort zou kunnen komen, kan je bij net na Lobith de Rijn afbuigen naar de IJssel en zorgen dat je water opslaat in het IJsselmeer en de Markermeer. En als je bijvoorbeeld bij Rotterdam een noodsituatie krijgt omdat de nieuwe waterweg dicht moet door de Maaslandkering, dan kan je het tijdelijk opslaan in het Volkerak Zoommeer. Het lozen van water op zee heet spuien. En het teruglaten van water in de rivier om droogte te bestrijden, dat heet inlaten. Niet schrikken, maar als we niks zouden doen, zou dit Nederland zijn. De grote steden zijn dan grotendeels verdwenen en we houden nog een snippertje over aan de zuidkant. De klimaatverandering gaat dusdanig snel en dat het niet uit te sluiten is dat er toch een keer een overstroming komt. Daar moeten we op voorbereid zijn. Dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor Nederland, maar we zien het overal in de wereld al gebeuren. Plekken waar normaal gesproken wel kans op overstromingen is, overstromen vaker. Overstromingen worden erger. Extreem weer neemt toe. Er kan ook veel te weinig water zijn. Dat is ook ernstig, want dan krijg je funderingsschade bijvoorbeeld. En andere schade die hier genoemd wordt in dit lijstje. Dus dan moet je hem eigenlijk even stilzetten om dat op je in te laten werken. De schadepost verzilting is ook belangrijk. Onder West-Nederland zit het oude zeewater. En in zee zit natuurlijk ook zeewater. Heb je te weinig zoet water of heb je dat zoete water te veel weggehaald in de winter bijvoorbeeld en heb je in de zomer tekort, dan krijg je overal zout. En als je nou nog water uit het IJsselmeer kunt inlaten en terug laten stromen, dan kan je het zout er een beetje uitduwen. Hier zie je de gebieden waar die verzilting optreedt en dat zal in de komende jaren ook vermoedelijk wel erger worden. Nou, wat hebben we nou na 1995 eigenlijk allemaal gedaan? Dat kan je in dit plaatje mooi samengevat zien. Het komt er eigenlijk op neer dat we vooral gezorgd hebben dat tussen de winterdijken het water beter kan doorstromen. Hoe sneller dat doorstroomt, hoe lager het peil zal blijven. Een paar uitzonderingen. We hebben overstroomgebieden aangewezen. En daar kan je het water dan even tijdelijk opslaan. Dat is dan allemaal trap 2 van de 3-trap-strategie. En dit is eigenlijk allemaal trap 3. Sommige knelpunten zijn niet meer te herstellen. Pannerdens kanaal, je ziet het hier staan, dat is eigenlijk de Rijn. Die splitst zich dan in de IJssel en de Nederrijn. En de plek waar die zich splitst, daar zijn de steden helemaal gaan groeien. Waardoor dat een smalle doorgang zal blijven. En dat betekent dat het water van het Pannerdens kanaal toch altijd even zal moeten wachten voordat het de Nederrijn in kan. En dat betekent dat het peil zal stijgen. En als het peil boven de Winterdijk uitkomt, dan krijg je een rampzalige overstroming. De 3-trap-strategie, ik noemde hem al, hè? Overal in het stroomgebied, liefst ook stroomopwaarts, maar als het niet anders kan, ook bij ons, hou het water zoveel mogelijk vast. Er is soms te veel, maar er komt ook een tijd dat het te weinig is. Lukt het niet om het allemaal tegelijkertijd ergens te laten infiltreren en ook niet meteen af te voeren, berg het dan tijdelijk ergens. Maak daar voorzieningen voor. En dan, als je moet afvoeren, zorg dat het zo goed mogelijk kan. En natuurlijk hebben we ook te maken met de kust die we moeten beschermen. De Nederlandse kust was jarenlang open en er gebeurde van alles. Het water kwam binnen of het kwam niet binnen of het ontstonden moerassen. Nou, die tijd is voorbij. De tijd dat er nog genoeg zand in zee lag, toen vormde zich vanzelf eerst de oude duinen en daarna de jonge duinen. En achter die duinen groeide veen. En dat veen is nu weg. Dat hebben we eigenlijk allemaal afgegraven. Hier lag dat veen eigenlijk allemaal. Daarom zitten we nu zo laag en de rivieren zitten zo hoog. Water tegenwoordig kan echt uit de lucht komen vallen in grote hoeveelheden. Dat is al ernstig genoeg. Onze rivieren kunnen overstromen, de zee kan overstromen en het grondwater kan omhoog komen. En het zout komt dichterbij. Nou, wat moeten we nou allemaal doen om dat veiliger te maken? We hebben dijkringen, dus onderdeel van Zuid-Holland wordt beschermd door één bepaalde dijk. Nou, het moet van die kant niet overstromen vanuit de rivier. Het moet van die kant niet komen. Dat heet een dijkring. En we meten en denken in termen van risico. Een risico is een soort formule, ingewikkelde formule, tussen kans en gevolg. Ergens kan de kans op een overstroming heel groot zijn, maar de gevolgen kunnen heel klein zijn. Dan is het risico daar toch niet groot. En het kan zijn dat er ergens een kleine kans op een overstroming is, maar enorme gevolgen. En dan is het overstromingsrisico dus toch heel hoog. Dus dat is wat het betekent en zo moet je het ook kunnen gebruiken.
De zeespiegel stijgt en fors ook. Dus daar zullen we echt in de komende juli lezen. Zullen we daar echt mee om moeten gaan. Er is al een plan om de Maastrichtkering te herbouwen en hem hoger te maken. We moeten blijven zand suppleren. Want bij een storm zal altijd de kust zand verliezen. Dat wordt dan eigenlijk geschud naar het diepe deel van de Noordzee. En dan kunnen we het weer terughalen en suppleren. En op het moment dat we dat gedaan hebben, zal de wind en de golven... De wind veroorzaakt golven. De golven zullen dan het zand naar de kust brengen. En waardoor het beter en veiliger wordt. En tijdens storm zal het weer afslaan. In de Wadden gebeurt iets bijzonders. Hè. Daar komt telkens sediment bij. Want hier in de woeste Noordzee is veel materiaal in suspensie. Door golfwerking en stroming. Bij vloed stroomt het naar binnen. En dan komt het hier bij het wantij stil te staan. En dan bezinkt het eigenlijk allemaal. En zo heb je aan de achterkant van de Waddeneilanden voortdurend een inbreng van extra sediment. Dat sediment komt hier binnen, bezinkt, dan is er wel een ebstroom, maar dan wordt het daarmee niet meegenomen, omdat dat weer extra energie kost. En je moet je voorstellen, dit gebeurt 2 keer per dag. Dus in een jaar zijn er tonnen aan zand en slib meegenomen naar de Waddenzee. Nou, dat is een beetje het idee van de zandbalans, hè. De Waddenkust is iets waar aanzanding normaal is, want dat komt gewoon door wat ik net beschreef. Aan de duinenkust hangt het helemaal af van het fundament, hoeveel zand ligt daarvoor. En bij de estuariumkust heb je altijd ook natuurlijke erosie, omdat daar het spel van de rivier en de zee normaal is. Dus we hebben soms een zachte kust en soms hebben we meer nodig. Nou, hier is nog een keer die indeling van die kusten. Een paar dijken zitten ertussen. Hè. Hier zie je de Hondsbossche Zeewering, de Afsluitdijk, de Groninger Zeedijk en de Deltawerken. Die zitten dan hier. En voor de rest hebben we te maken met zachte kusten. Nou ja, nog een keer terug naar die Wadden. Hè. Dat ziet er dan zo uit als er elke keer dat slip binnenkomt. Estuaria, hier zie je even de estuaria. Er is natuurlijk een verschil tussen eb en vloed. Sommige delen van ons Nederlands estuarium zijn afgesloten door de Haringvlietsluizen. De Brouwersdam heet dit. Dit is de Oosterscheldekering die soms open is. En hier heb je nog een open deel. Nou, daar vindt eb en vloed plaats. Daar zit brak water, veel dynamiek, interessant voor natuur. Nou, dynamisch kustbeheer, daar hebben we voor gekozen. Op het moment dat hier voldoende zand ligt, zullen de stromingen en de wind en de golven, en dat ze allemaal best de boel hier in evenwicht kunnen houden, of in elk geval veilig kunnen houden, zodat we ons geen zorgen hoeven te maken over dat deel. Hoe werkt dat nou met die golven en die stromingen en eb en vloed? Nou, door de vorm van de Noordzee en door de stand van de maan komt vloed over het algemeen in Nederland uit het zuiden en maakt dan een rondje naar het noorden. En eb gaat andersom natuurlijk. Er zijn natuurlijk golven die zand naar de kust brengen. En er zijn vaak stromingen die ook nog voor een laterale verplaatsing zorgen. Nou ja, er is een amplitude. Soms is er wat hoger water, soms is er wat minder hoog water. Je hebt ook nog springvloed en dat heeft natuurlijk altijd invloed op de mate van ook wanneer het vloed is en ook hoeveel eb en vloed er is. Nou, in de Noordzee vinden allemaal ingewikkelde processen plaats waarmee materialen worden verplaatst, waar materialen bijkomen. Wij hebben te maken met het nauw van Calais en dat zou bij een storm uit deze richting kunnen zorgen voor omhoog komen van het water. Dus hier zou zich water kunnen ophogen tijdens een noordwesterstorm. Dan moet ik eigenlijk zo wijzen, een noordwesterstorm. Dan krijg je ophoping van water. Nou ja, dat is ernstig, laat ik het zo zeggen. Hier zie je een voorbeeld van die zandsuppletie. Hier zie je nog meer voorbeelden. Dit is het opspuiten van zand. Dit is dan op het strand, maar je kunt het ook in de grond. Dit is een voorbeeld van opspuiten van zand in de vooroever. De zandmotor is eigenlijk alweer behoorlijk oud. We zitten nu al 20 jaar verder en je ziet dat de zandmotor al behoorlijk afgesleten is. Maar hij heeft wel heel veel zand geleverd aan de kust een eentje verderop. Dus zand wordt hier opgenomen door de zee en door de stroming en door de golfwerking een eentje verderop neergelegd. Een slufter, een bijzonder verschijnsel dat op een paar plekken in Nederland is, dan is er gewoon een duingebied, maar de zee komt daar binnen. En hier heb je een grote dynamiek, want hier heb je grote verschillen tussen bijvoorbeeld zoutwater tijdens een storm wat hier binnenkomt. Tijdens een regenbui krijg je dan weer zoetwater. Je hebt al sowieso zuidhellingen en noordhellingen. Je hebt wind wat heel erg zware invloed kan hebben, maar een andere keer weer niet. Dus dit zijn gebieden waar heel veel overgangen zijn van zout naar zoet.
van veel zonne-energie aan de zuidkant en weinig aan de noordkant. Dus, nou, allemaal dingen die veel dynamiek veroorzaken en dus ook interessante, gevarieerde natuur kunnen opleveren. Nou, een dijk, goed om te weten dat vroeger een dijk altijd één kant had en die andere kant was eigenlijk een beetje verwaarloosd. Nu maken we betere dijken, maar dan nog steeds is bolwerkvorming een risico. Zie je zo'n bolwerk links, dat was de Hondsbossche zeewering. Nou, hij is wel veilig, maar er kan altijd hieronder zand worden weggehaald. Er kan aan de zijkant zand worden weggehaald en dan komt hij veel te ver in zee te liggen. Nou, dat hebben ze inmiddels vervangen door een heleboel zand erop te gooien. De dijk ligt er nog wel, maar die zie je gewoon helemaal niet meer. En in werkelijkheid komt de zee dus nooit meer in de buurt van de dijk. Want dat is dan echt een typisch voorbeeld van dynamisch kustbeheer. Integraal waterbeheer, dat is het waterbeheer van, we hebben niet alleen maar scheepvaart en veiligheid, maar we hebben ook nog de ecologische functie, al die dynamiek die ik net had, de waterkwaliteit, het drinkwater, de landbouw, de industrie. De mensen, de veiligheid van de mensen moet ook bevorderd worden, dat mensen snappen dat niet alles kan geregeld worden voor ze, dat ze zelf ook iets moeten doen en dat noem je integraal waterbeheer. Nou, bouwen in de steden, hoe is dat nou? We gaan gelijk maar even naar de suburbanisatiefase. De urbanisatiefase is in de industriële revolutie, dat weet je wel. En in de suburbanisatiefase hadden mensen opeens een auto, konden de stad uit en dat deden de rijkere jonge gezinnen ook. En andere mensen bleven in de stad achter. Dat werd goed geregeld met groeikernen, die werden aangewezen, er werd openbaar vervoer heen gebracht, er werd systematisch gebouwd, dus hele grote groepen mensen vertrokken uit de stad. De stad die allerlei verschillende woonmilieus heeft, van de oude binnenstad naar de oude arbeiderswijken, de duurdere wijken, de flatwijken van na de oorlog, je ziet ze hier allemaal bij elkaar. En op dat moment dat de mensen de stad uitgingen, kwamen er andere mensen voor in de plaats. Dat waren gastarbeiders die uitgenodigd waren om hier te komen werken, want ze hadden niet genoeg arbeiders. Nou, die gingen in de wat minder goede, goedkopere woningen in de binnenstad wonen en wonen voor een belangrijk deel daar nog steeds. Het heeft wel een grote segregatie opgeleverd. De rijkere mensen gingen naar de suburbs, de minder rijken bleven achter, tenzij ze in een goede wijk zaten. Dan waren ze juist veel rijker. En op alle mogelijke plaatsen is daar natuurlijk segregatie ontstaan. En de steden verloren heel veel van hun hogere inkomens. En die betaalden belasting. Er bleven koophuizen, waren er niet heel veel. En huurhuizen leverden niet heel veel op. Dus de stad is gaan investeren. Op een aantal fases. Eerst in stadsvernieuwing, daarna in herstructurering. En uiteindelijk is gentrification daarvoor teruggekomen. En dat proces heet re-urbanisatie en ook zoveel mogelijk in de stad zelf doen, dat heet een compacte stad. Hier zie je de stadsvernieuwing, dat is gewoon het slopen en opnieuw bouwen van huizen. Vaak veranderden er niet, huurhuizen bleven huurhuizen. En later, nee, we moeten veel meer dingen doen, we moeten zo'n wijk helemaal gaan herstructureren. De structuur moet anders worden, er moeten meer koopwoningen bij, minder huurwoningen. Bedrijfjes moeten maar weg, andere bedrijven moeten juist komen. De Haagse Hogeschool moet bijvoorbeeld in zo'n wijk komen. En dan krijg je echt een heel andere buurt en dan wordt die ook weer aantrekkelijker. De stad wordt dan als geheel ook weer aantrekkelijker voor de hogere inkomens. En dan krijg je gentrification. Mensen denken, ja, in de stad kan ik dingen doen. Daar is mijn opleiding, daar heb ik gestudeerd, daar wil ik blijven wonen. Wat voor huis kan ik dan kopen? Dan kopen ze huizen die er aantrekkelijk uitzien, die wat ouder zijn, wat architectuur hebben en dan knappen ze die op en dan krijg je dus dat er veel meer koophuizen komen in de stad en dat de rijkere inwoners, de armere inwoners weer aan het verdringen zijn. Een late en gekke vorm van suburbanisatie waren de Phoenix-locaties. Ergens in de jaren 90 kwamen we erachter dat we echt ontzettend veel tekort aan woningen hadden, wat we nu eigenlijk ook hebben. En dat was toen door hoge echtscheidingspercentages en jongeren die een woning wilden en veel meer vraag naar koopwoningen. Ze heeft me gezegd, we moeten niet dezelfde fout maken als bij de groeikernen. We moeten het gewoon aan de stad zelf vastbouwen. Den Haag is dat geworden Wateringse Veld, Ypenburg en Leidseveen. Dat is dan ook bij de stad getrokken, zodat inkomen van de stad vanuit belastingen bij de stad kwam. En de mensen van de voorzieningen gebruik konden maken door bijvoorbeeld met de tram naar de winkels te gaan. Dus de Phoenix is jonger dan de echte suburbs en het is ook beter gelukt omdat de steden daarvan geprofiteerd hebben.
Nou, als je dan even stil wil zetten, kan je dit lijstje even bekijken met de verschillende fases van urbanisatie. Goed om dat even op een rijtje te zetten. Dat was ook een beetje weggezakt. Hier heb je leefbaarheid, ook een lijstje met dingen die een wijk leefbaar maken. Het begrip moet je kennen, dus zet het maar even stil en kijk er maar even naar. De buurtprofiel, wat is nou een buurtprofiel? Dat gaat over de inwoners, over de bewoning. Kan ook zijn over waar de buurt ligt, hoe zijn omgeving eruit ziet. En zo kun je voorspellingen doen over de leefbaarheid en ook dingen doen aan de leefbaarheid. En nou, mensen vinden het belangrijk dat ze toch wel prettig de buren kennen en daar een beetje netjes mee omgaan en dat ze elkaar niet dwars zitten. Dat heet sociale cohesie. Plekken waar de verdeeldheid heel groot is en veel ruimtelijke segregatie is, is er dan ook minder cohesie. En we hebben dat natuurlijk in Den Haag ook. We hebben puur witte scholen, puur zwarte scholen. En we hebben een paar scholen waar alle bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen. En wat denk ik toch wel een betere toekomst is dan die gesegregeerde toekomst. En dan kan je aan het Zegboekcollege denken. Nou, we hebben voor de economie van de Randstad moet je denken aan de Noord- en de Zuidvleugel en de verschillende steden die erin liggen. En dat ze andere dingen doen. Amsterdam staat er goed voor. Want die heeft al eerder geïnvesteerd in de financiële sector, de creatieve industrie, in technologie, kennis, economie en start-ups. Rotterdam zit wat meer in de fossiele brandstoffen, het vervoer. Dus daar moet veel gebeuren. Nou, Utrecht en Den Haag hebben weer een andere positie. Dat weet Groene Hart, heeft een moeilijke positie. Is een moeras. En ja, er wordt nog wel gebouwd, maar met alle veranderingen in het klimaat is het zeer de vraag of dat wel goed blijft gaan. En de steden moeten dus ook verdichten. Er moeten meer woningen bij. Het moet groener en het moet waterrijker worden. Dat heb je vorig jaar bestudeerd, dus ik neem aan dat dat er nog wel in zit. En wat is aan kenniseconomie? Dat is nog best lastig. Nou, ik heb er een soort lijstje van gemaakt. Dat is het eerste lijstje. Het tweede lijstje om een beetje een beeld ervoor te krijgen. Nou, zet het rustig stil. Kijk er even goed naar. Ik heb dit met ChatGPT gemaakt, want ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen, wat is nou de kenniseconomie? En een science park, wat is dat? Nou, dat weet ik dan wel. Dat is een samenwerking tussen bedrijven en universiteit. Het gaat vaak zo. Universiteit, studenten studeren dan af, doen onderzoek, ontwikkelen iets voor een bedrijf, een product, gaan daarna bij het bedrijf werken. Dus een goede synergie tussen verschillende activiteiten. Dit zijn voorbeelden van science parks in Nederland om even te laten zien dat we echt wel heel veel hebben. Ook dit kan je even stilzetten en rustig bekijken. De creatieve stad vind ik ook moeilijk. Hè? Dat zijn dus alle mensen die werken in de architectuur, of in design, of in mode, of in media, of gaming, of musea, muziek, film. Nou, dat zijn alles bij elkaar best wel mensen waar goed werk in is en waar ook veel vraag naar is. Nou, de broedplaats van creativiteit, het gaat er even om dat je snapt, dat zit ook vaak in de stad. Daarvoor ga je niet in een dorpje zitten. Dus in de stad gebeurt het eigenlijk. Hier zie je verschillende broedplaatsen. Ik heb ze even opgezocht en dat kan je dan even allemaal bekijken om te zien dat er toch op heel veel plekken zoiets wel is. Het begrip Science Park en die broedplaatsen loopt ook een beetje in elkaar over. Nou, duale arbeidsmarkt, dat is wel even nog een eentje waar ik echt even de aandacht aan wil vestigen. We hebben natuurlijk al die kansrijke mensen die in de kenniseconomie en de creatieve sector allemaal leuke dingen gaan doen in de stad. Maar we hebben ook altijd laag opgeleide mensen die het moeilijk hebben, die gewoon niet veel verdienen of geen vaste baan hebben, zich niet gelukkig voelen, toegewezen zijn aan een sociale huurwoning, terwijl anderen in koopwoningen zitten. En dit is echt wel een probleem voor Nederland. We moeten hier iets aan doen. Hoe precies, dat weet ik niet. Nou, een duurzame stad, dit zijn wel eigenlijk open deuren, maar kijk er toch even naar. Een duurzame stad is ook een stad waar iedereen kan meedoen. Denk maar aan de duale arbeidsmarkt, dat is niet duurzaam. Je kan ook denken aan de economie en aan de brandstoffen en aan de milieuvriendelijkheid, de infrastructuur. En smart city, ook zo'n begrip van, ja, wat is dat dan precies? Nou, er zijn allerlei kleine smart problemen. Hè? Gewoon een slimme stoplicht is een voorbeeld. Maar ook dat er een signaal gaat naar de gemeente als de afvalbakken vol zitten. Dat soort dingen. Groene Hart, ja, problematisch gebied. Het is eigenlijk een drijvend moeras. Wat moeten we ermee? De hele Randstad is eigenlijk een kwestie van, ja, hoe houden we dat klimaat veilig? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte voor alles is? Is er wel een toekomst voor de landbouw? Wat gaan we met de mainports doen? Hoe duurzaam moet die Randstad worden? En wat voor projecten zullen ons verder helpen? En dit is dan het plan van landbouw. Van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Best wel vergaand, want hier ontbreken gewoon 2 miljoen mensen in steden. Die zijn weg. Nou, dit is niet iets wat wij vrijwillig gaan doen, maar misschien dat het een keer moet gebeuren, omdat er een keer een enorme overstroming was.
Nou, je kan de Randstad ook op andere manieren ontwikkelen. Je kan denken aan groeirichtingen, samenwerking met Antwerpen bijvoorbeeld. En, nou, dit soort plaatjes doen ze dat. Ook dit soort plaatjes denken ze nou over wat zijn de mainports en de brainports en de greenports. Belangrijke gebieden. Hoe ontwikkel je die? Of moet je die langzamerhand moet je er afscheid van nemen? Daar moet je ook over nadenken. En dan de Global City. Dat is een begrip wat niet bij dit hoofdstuk hoort, maar wel bij jullie hoort. He, dat is een belangrijke stad in de internationale wereld. Amsterdam wordt er vaak genomen. Als we de Randstad breder nemen, komen we ook hoger op de lijstjes aan. De Global City heeft diverse definities. Maar het gaat erom dat zo'n stad politiek of economisch of cultureel echt heel erg belangrijk wordt. Kent is. Nou, je ziet Amsterdam staat in dit lijstje wel degelijk ergens, maar ik weet even niet waar. Daar staat Amsterdam. En dan wordt het gewogen op basis van wat ik net noemde. Dan zijn we er alweer. We hebben in Nederland wel een paar voor- en nadelen. We hebben heel veel verschillende gemeentes. Dat is op zich misschien ook wel gunstig, maar het is ook een beetje ongunstig. Dit zou makkelijk in het buitenland één gemeente kunnen zijn. En wij hebben er nog honderden, zullen we zeggen. Dat was het voor nu. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Elk hoofdstuk heeft ook finish. Kan je oefenen. De begrippentoets, als die door iedereen gemaakt is, zet ik hem open. Kan je dat ook nog oefenen. Bereid je goed voor en ik weet zeker dat je het kunt. En ik wens je veel succes.